Nou, we kwamen hierin. Ik had eigenlijk helemaal geen verwachtingen. Maar toen ik hier kwam, vooral de eerste dag, was het eigenlijk een emotionele rollercoaster. En dan ga je de township in en dan zie je echt hoe ze echt leven. En dat, ja, dat doet wat met je hart. Wat ik verwacht van deze week is dat we met 20 collega's hier een echte impact hebben op het Community Center van Afrika Tikkun. 20 mensen die hier het verschil maken, die interactie hebben met de kinderen, die geraakt worden hierdoor, maar die ook iets achterlaten. Iets achterlaten waar die kinderen dan weer van kunnen genieten de komende tijd. Ik wil deze week heel graag aansluiten omdat ik inmiddels 20 jaar bij Carglass werk. En zoveel heb ik gehoord over de Afrika Tikkun. En ja, weet je, na 20 jaar vond ik het echt mooi om het een keer zelf te gaan beleven. Ja, ik wilde hier deze week bij zijn om eigenlijk maar één reden. Dat is dat ik bij de triathlon in Londen een aantal kinderen heb ontmoet die door Afrika Tikkun zijn opgevangen. Ik heb van hun gehoord wat het voor hun betekend heeft en dat wil ik heel graag zelf ervaren. Ik verwacht deze week hard te werken aan het badkamerproject. Ja, hoop ervaring op te doen binnen Afrika Tikkun. Ik kijk naar deze week echt met het gevoel van dat ik blij ben dat ik hier ben geweest. Wel met heel veel verschillende soorten emoties. Maar ik ben wel blij dat we drie hele mooie kant-en-klare kamers hebben kunnen afleveren voor de kinderen. Helemaal super. Om dan die blije gezichtjes aan het einde te zien. Dus ja, heel mooi. Mooie herinneringen.